De toeschouwers tijdens DZOA Emmen zagen een oud vertrouwd gezicht. Frank Olijven is terug na een langdurige buikwandblessure. Want het was alweer even geleden dat Olijven zijn laatste wedstrijd speelde. Dat was afgelopen seizoen volgens mij ergens in februari. Olijven heeft de laatste maanden van zijn vakantie opgeofferd aan zijn herstel. De revalidatie vond niet in Emmen plaats. En dat was revalideren in Zeist. Dus daar heb ik mijn hele zomer gespendeerd. Dat was een beetje jammer dat je dat zo moet invullen. Maar als voetballer moet je dat ervoor over hebben. En ik ben blij dat ik vandaag weer mocht staan. Hoe ging het? Natuurlijk altijd even wennen. Afgelopen anderhalve week hebben we vooral op conditie getraind. En we hebben dus niet zo heel veel aan elkaar kunnen wennen. En we wonnen met 2-1 van DZOA en was met name in de afronding niet scherp genoeg. Ja, zulke wedstrijden, daar moet je nog niet zo heel veel waarde aan hechten aan hoe het gaat. En dat komt allemaal goed. Met Olijven heeft trainer Joop Gal weer meer opties op het middenveld. En Olijven richt zich dan ook op de eerste wedstrijd van de competitie. Ja, precies. Kijk, vandaag was de eerste 45. Misschien sla je dan een keer een wedstrijd over of een training over. Dan moet je allemaal niet zoveel waarde aan hechten. Kijk, we zijn 7 weken van tevoren zijn we begonnen. 7 weken van tevoren wanneer de competitie begint. Volgens mij beginnen we 8 augustus. Daar gaat het om. En die wedstrijd is tegen Feyenoord en Twente zijn hartstikke leuk. Maar dat is niet waar het om draait. Het gaat om 8 augustus. En dan moet ik zorgen dat ik topfit ben. Dit was de eerste stap daar naartoe. Precies.